Dat Rutte inderdaad uitstraalt dat hij iets te goed weet hoe de hazen lopen, dat hij iets te veel mensen in zijn zak heeft. Dat hij het iets te normaal vindt dat hij dus gewoon via, via al informatie krijgt. Dat hij uh, kan bepalen dat hij de verkenners niet, uh, niks hoeven uit te leggen. Of dat er niemand meer uh, erachter zou komen. Omdat uh, dat, dat, uh, dat het boek gesloten is volgens hem. Dat hij eigenlijk ook denkt dat hij daarmee het boek kan sluiten. Dat zijn wel uh, signalen van iemand die toch een beetje van wie de macht naar het hoofd is gestegen, vrees ik. En uh, ik denk niet. Grappig genoeg dat Rutte uh, een narcistische leider is, die het voor zichzelf doet, uh, ten meer in een glorie. Ik denk dat hij zelf echt denkt dat hij het land ook verder helpt. Maar ook dan kun je wel machtsverslaafd zijn. Ja, ik denk... Uh, en, ook, en ook blind worden voor je ja. eigen fouten. Ja, ik denk niet dat Rutte een kwaadaardig persoon is. Ik denk dat hij een bureaucratische Machiavellian is. Ja. Dus hij kijkt naar modellen, naar bureaucratie, naar, ja. naar, naar het politieke spel. En hij is een Machiavellian. Of Machiavellian. Machiavellian, ja. Yeah. Mm -hmm. Machiavelli. Uh, hij is aan de macht en hij moet de macht behouden. Want als hij aan de macht ja. is, is dat goed. is pragmatisch eigenlijk. De pragmaticus. Hij gelooft niet echt ergens in. Behalve uh, de modellen. Als hij op zijn knieën moet, als hij zichzelf moet, met een zweep op zijn rug moet slaan. Ja. Om alles wat hij fout heeft gedaan. Doet hij, ja. dat, doet hij dat met, met overgave. Ja. En dat is. Op zich niet erg. Even los van dat bureaucratische, dat je, ma dat je als Machiavelliaan denkt van: ik moet zorgen dat de macht behouden wordt. En mijn ja. uh, of de reden dat ik de macht heb, is omdat ik kan zorgen dat, dat het meest, meest orde is. Is op zich niet een probleem. Want zolang jij nummer 1 bent, gaan mensen achter je aan. Of je het nou goed doet of niet. Mensen willen je gewoon hebben. Mensen willen je gewoon pakken. En dan wil je, je dat een goede leider zichzelf goed kan verdedigen. En ook uh, overtuigd is dat hij de goede leider is. Maar er is een. Er is, een, er is een grens op het moment wanneer jouw positie als leider da datgene is die zorgt voor, de, ja. uh, voor, de, voor, voor het gebrek aan stabiliteit, voor het gebrek aan vertrouwen, voor dat soort dingen. Als je zelf het probleem geworden bent. Ja. Als je zelf het probleem ge geworden bent. De, zeg maar de, de, de rechtvaardiging zoals lijkt het voor Rutte om uh, de baas te blijven is omdat hij al zo lang de baas is geweest. Ja. En we moeten het land gaan repareren. En we moeten dit gaan doen. We moeten dat gaan doen. Ja. Wederom, we kunnen niet de Pyromaan brand <laughs> laten de... oplossen. Ja, ja, dat ja. is denk ik wat, wat het grootste probleem is. Niet zozeer dat hij de macht wil behouden. Dat, dat is denk ik heel goed voor een leider. Maar de manier waarop hij daaraan aan doen is. En hoe lang hij al bezig is. En de problemen die dat met zich meebrengt. Ja, dat is een goede, goede analyse. Ik kan me daar wel in vinden. Wat ik ook altijd, wat me ook opvalt, is dat Rutte. Van een soort generatie lijkt te zijn, misschien wel het, het boegbeeld van een generatie van manager-bestuurders. Ja. Dus uh, je ziet dat heel erg aan Erik Wiebes... die inmiddels dus afgetreden is, maar dat is echt zo'n figuur. Um, maar het Hoekstra en die jongen zijn er eigenlijk ook wel een voorbeeld van. Um, vooral Hoekstra, denk ik. Uh, het zijn heel erg managers, het zijn probleempjesoplossers. De mm. is er ook wel een voorbeeld van. Mm. Uh, over alle partijen zitten ze hoor. Uh, niet alleen bij VVD of zo of CDA. Maar mm. um, uh, dat, dat je ziet dat jonge bestuurders. Als en er ook al wel het eerste voorbeeld van en zijn ministers ploegen ook wel, maar um, van echte bestuurders die graag probleempjes oplossen en waarvan je ook denkt ja dat daar kun je, dat kun je best goed, zeker als er geen crisis is, mm -hmm, mm -hmm. Uh, dan gaat dat prima. Ja. Ook soms als er crisis is heb je ook gewoon goede managers nodig die dat dat kan ook heel goed gaan. Ja. Dus je ziet wat, wat Ferdinand Grapperhaus heeft gedaan op uh, uh, Justitie en Veiligheid. Dat is een ministerie wat jarenlang heel erg problematisch was. Dat gaat eigenlijk de laatste tijd best goed, weet je wel? Um, dus dat kan best ook nodig zijn of, of nuttig zijn. Maar ik heb wel altijd, altijd het idee bij zo'n Erik Wiebus. En ook een beetje bij Mark Rutte. Ja, um, we leven in een democratie, maar dat, dat is een beetje aan jullie voorbij gegaan. Jullie willen gewoon graag probleempjes oplossen. Dus of je nou zeg maar in een dictatuur moet zorgen dat de treinen op tijd rijden. Of in deze democratie probleempjes moet oplossen. Dat maakt jou niet zoveel uit.